Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden S12 Shotgun. In deze serie moet ik natuurlijk mijn S12 goud gaan halen en we hebben hem op dit moment ook bijna goud. Wat wij nog moeten doen is ten eerste Revenge Medals, ten tweede Bloodthirsties en nog kills zonder perks en zonder attachments. Volgens mij moeten er nog ongeveer 16 in totaal. Dus we spelen nu de free-for-all potje op Map Nuketown en dan gaan we natuurlijk die kills zonder perks en zonder attachments proberen te halen. We hebben dus helemaal niks. Gewoon letterlijk helemaal niks. Het is natuurlijk moeilijk. Maar als het zo doorgaat op deze manier. Dan halen we ze. Fucking hell. We hebben natuurlijk ook geen long barrel meer en shit. Dan halen we ze nog best wel makkelijk binnen ook. We hebben geen perks en geen attachments. En die S12 is al zo fucking kak. Maar op dit moment is hij nog kakker dan kak. Want we hebben helemaal niks. Lopen voor hem weg. Nee, niet omdraaien. Wow, yo. Hij draaide zich om, jongen. Die had ik niet zien aankomen van die gozer. Yo, thanks. Zit er hier als het goed is ook nog. Ik wist het, jongen. Ik hoorde hem aankomen, kakker die vent. Ik moet nog één keer voor een Bloodthirsty, dus wil ik even halen. Er is er namelijk weer eentje bij. En dan moeten wel. Een enemy naar me toe komen. Want anders halen we die Bloodthirsty natuurlijk niet. Zo, er is er weer één. Daar is weer een Bloodthirsty en een UAV. Komt drie eraan kakken. Thank you. Komt drie nog één? Nee, ja, nee, ja. Nee, ja, nee, ja. Jo, dank je. We hebben nog 6 kogels. Genoeg voor de kill. Yo, dat zei ik, genoeg voor de kill. Ik zei het je. Ik ga die lightning helemaal niet inroepen. Want dan krijg ik natuurlijk weer kills met mijn lightning. En ik wil alleen maar kills met mijn shot kunnen halen. Dus. Oh, kut. Dus die lightning laat ik even zitten voor. Ah, tactical mask, jongen. Voor wat het is. En jij bent fucking noob. Zo, jongen. 13 kills alweer. En een revenge medal. Zo, er zijn er 2 voor de prijs van 1. Een revenge medal, die hebben we ook nog steeds nodig. Alleen die hou je niet zo makkelijk, want dan moet je eerst doodgaan. Dan moet je weer dezelfde persoon killen, voordat die gekild is door iemand anders. Dus de revenge medals zijn redelijk lastig om te halen. Maar we krijgen ze wel. We hebben alleen er even tijd voor nodig. Ik ben echt niet blind, jongen. 50 kills zonder attachments en zonder perks. Dan staan de camo's in mijn beeld. Dan kunnen wij switchen naar een andere class met attachments en met perks. Maar dan moeten we natuurlijk wel even eerst doodgaan, want anders kunnen we die class niet pakken. Ik ga niet expres me laten doodgaan, want ik moet nog één keer voor weer een nieuwe Bloodthirsty. Dus als ik die nou nog een keer kan droppen, dan hebben we er 2. Hoppatee, weer een Bloodthirsty, weer eentje erbij. Het zijn er 4 in totaal nu en we moeten naar de 10 toe. Hop. Oké, nu ben ik dood. Oké, ja, die zag ik wel aankomen. Ik heb natuurlijk geen flex checked ofzo. Streaks inroepen. Dan kunnen we kijken of we nog een... Nu. Nee, hij loopt door. Wacht, fuck it, dan ben ik weg. We kunnen kijken, oh fucking camper, of we nog één Bloodthirsty kunnen halen in het potje. Want dan hebben we er nog één erbij. En dan stroomt het echt hard binnen die camo's. Hé, hey, camperke. Dat is niet leuk, ja? Zit er hier nog één? Oh shit, ik dacht dat hij al dood was. Ik dacht dat hij al geraakt was. Dus dat hij makkelijk dood kon gaan. Alleen, hij was nog helemaal niet geraakt. 3 man op mij, ja, dankjewel jongens. Ik heb een shotgun in mijn hand. 3 man is een beetje te veel als je het niet erg vindt. Maar 2 man. Oh, oh. Oh, 2 man kan ik wel aan. Behalve als hij gewoon schiet terwijl hij me niet ziet. Dan gaat het mij ook niet lukken. Oh ja, kerstpot man. Ga zo door. Dan loopt er. Dan loopt er een onder me. En ik wil nog even een Bloodthirsty halen. Dus dan mag ik niet meer doodgaan. Oh, what the. Fuck dit die gozer. Ik sta nu kaart te kennen, want ik wil mijn Bloodthirsty namelijk halen. Dus dat is de reden waarom ik aan het campen ben. Ik zie je lopen, vriend. Bloodthirsty, hoppatee, weer eentje erbij. En dan is het potje afgelopen. Dus nu kunnen we gewoon onze streaks inroepen. Want dan winnen we tenminste nog een potje namelijk. Anders verliezen we zo meteen ook nog. En dan is het potje afgelopen. Hebben we een paar Bloodthirsties kunnen binnenslepen. Hebben we nog wat campjes kunnen killen. Hebben we nog een potje gewonnen ook. En hebben wij de camo's voor de 50 kills zonder perks en attachments ook gehaald. Dus dat is ideaal. Ik ga even kijken wat we nu nog moeten doen. Want we spelen natuurlijk 2 potjes achter elkaar. En ik hoop dat het ook nog een keer Nuketown wordt. Want als het nog een keer Nuketown wordt, dan kunnen we gewoon weer knallen natuurlijk. Want Nuketown is de ideale man voor de shotgun. Dus ik moet even kijken wat we nog nu moeten doen. Maar we hebben nu echt bijna goud. Nu is het echt bijna klaar gewoon. Njong, de nuke overheen. Maar wat moeten wij nog doen? Oké, we hebben die 2 camo's. 50 kills zonder perks, zonder attachments. We hebben 3 Bloodthirsties. Wat moeten wij dan nog doen? Art of War camo hebben we. Cherry Blossom camo hebben we. We hebben op dit moment 8 Revenge Medals. Dus
dan moeten we er nog 22 van. Dat is best wel veel. En wij hebben 5 Blood Thirsties. Nog 5 Blood Thirsties en 22 Revenge Medals. Dat moet wel lukken. In Nuketown, als we nu Nuketown krijgen, kan dat nog een keer? Oh, ik heb geen map. Oh, ja. Nog een keer Nuketown. Ja, ja, ja. Foto maar op, jongens. Dankjewel. Dan kunnen wij nog een keer gaan voor die Blood Thirsties. Want die zijn best wel makkelijk in Nuketown als je gewoon in die huizen blijft staan met je shotgun. Dus dan gaan we gewoon heel langzaam spelen. Een beetje campy voor de Blood Thirsties. En als we dan weer 2 of 3 kunnen oppakken, dan hebben we die ook bijna gehaald. En de Revenge Medals gaan we een andere keer voor. Gewoon in een domination potje met de Tactical Insertion erbij. En dan kunnen we die ook binnenslepen. En dan hebben we gold. Dan is het alweer af. Dus we gaan nu een beetje campy doen. We zitten nog steeds met dezelfde mensen in de lobby. Er komen nieuwe mensen bij, een paar. Dus, oh, dit is een mooi emblem. Hoe lang zou die hierover hebben gedaan? Het zijn 2 plaques. Het is een skull. En het is een level icoontje of zo. En die hebt hij gewoon erin geplakt. Niks aan aangepast, gewoon erin geplakt. Hier heeft hij ook heel lang over gedaan. Hier ook. Maar deze klopt wel. Swarm is OP, die klopt wel. Dus die vind ik wel gewoon mooi. Deze heeft er niks aan gedaan. Deze die klopt helemaal niet. Deze die heeft ook... Oh my god. Mooie emblems, jongens. Mijn emblem op dit account staat ook nergens op, maar oké. Oké, nog een Nuketown. Daar ben ik blij mee. Dan gaan we een beetje campen in die huisjes. En dan kunnen we nog wel Blood Thirsties ophalen. Ik denk als we er 3 of 4 kunnen pakken is het mooi. 5 is toch het ideaalste, maar dat is heel moeilijk. Dus 3 à 4. 3 à 4 is het best. Moet ik wel eerst in het huisje in zien te komen. Want ik span nu in de tuin. Wat inhoudt dat er 1 voor me spant en 1 links van me spant. Ik blijf er even staan. 5. 4. 3. 2. Ik ben gekillstealed. Serieus? Door die fucking sniper hierover. Nee, niet door jou. Door die sniper, ja. Dat wou ik zeggen. Kijk, ik moet die huisjes zien te komen, jongens. Anders kunnen we niks. Oké, we zijn in een huisje. Zo. We zijn veilig. Yo, thanks. Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Ja, shit, man. Er spannen er iemand in dat tuintje. Er zit er hier ook nog in te campen. Dat is de verkeerde plek. De verkeerde kant. Want ik moet die huisjes in. Ik kom die huisjes niet in. Of mijn geduld is op. En dan loop ik er weer uit. Dat kan ook. Oké, we zijn binnen. Oh, kut. Hé, hey, jongens, jongens. Alles wordt gekillstealed voor mijn kop, jongen. Al mijn kills worden gewoon genakt hier, behalve die 2. Oké. Nog 3 te gaan voor de Blood Thirsty. Gaan even campen. Hop. Jou hoorde ik. Oh, Remick. Yeah, dat zijn er 3 man in 1 keer. Dan gaat weer een Blood Thirsty. Als je ervoor wil spelen, lukt het nooit. Hè? Als je gewoon speelt zonder over na te denken, dan haal je die Blood Thirsty makkelijk binnen. Niks aan de hand. En nu speel ik ervoor. En dan lukt het weer niet. Huisje in. Niet gesnijd worden. Dankjewel, ik ben binnen. Kom mee, kom gewoon achter je aan, hoor. Oké, gewoon niet denken aan de Blood Thirsty, dan lukt het wel. Remington. Hij loopt om, man. Hij loopt om, die lul. Dan komt hij hier aan. Oh, hij is al dood. Fuck. Nee, daar is hij. Oh my god, ik wist het, jongen. Yo, dat is 3. Niet eraan denken, dan gaan we dood namelijk. We hebben gewoon een paar kills. Geen Blood Thirsty, niks, gewoon een paar kills. Ik sta zo hard te campen, jongen. Holy shit. Ik ben niet aan het campen, ik ben aan het rondrennen. Daarom sta ik stil. Op tee, Blood Thirsty, dankjewel. Zo, daar was er weer één. Kapot harde noob Blood Thirsty. Maar het is er één. Hij telt mee. En daar gaat het om. Maakt me niet uit hoe ik het haal, als ik het maar haal. Alleen het probleem is, ik weet niet of het meetelt als ik nu een Merciless haal, dus een 10 streak. Of die dan meetelt als 2 Blood Thirsties, of meetelt gewoon als een Merciless, zeg maar. Dus daar kunnen we meteen even uitzien. Daar kan ik meteen wel van achterkomen nu. Als ik nu nog 1 kill maak, dan heb ik een Merciless. Telt hij dan mee als 2 Blood Thirsties, of als 1 Blood Thirsty en 1 Merciless? Dat weet ik dus nog steeds niet. Ik speel het spel super lang, maar dat weet ik nog steeds niet. Oh fuck. Ik was hem kwijt, man. Merciless, oké. Okay. Het houdt dus in dat we nu eigenlijk 2 Blood Thirsties zijn, want we hebben 2 keer 5 streak gehaald. Oké, dankjewel. En dan kunnen we nu nog even kijken wat we kunnen verrichten hier. Die rent voor me weg, pussy. Remington. Kutting. Ah, die Remington is pussy, man. Holy shit. Oh, je snijpt de verkeerde, vriend. Ik vind het heel leuk dat je aan het snijpen bent, maar dan moet je wel de goede snijpen. We staan nog achter ook. Ik wil mijn Blood Thirsties. Zit er een boven me, joh. Zie ik nou serieus hier? Ja, dus. Dat is dus een ja.
Die enemies durven die huizen niet in, man. Of ze rennen er in één keer doorheen. Of ze blijven er rondjes omheen lopen. Ah, ik verlies het. Ik weet waarom ik dit potje verlies. Omdat ik aan het campen ben. Dat is ook de reden waarom ik verlies. Omdat ik natuurlijk niet snel genoeg die kills kan oppakken. Fuck op met je Remington. Hoppatee, dat is een triple kill. Nice. Zijn er nog meer mensen dood? Jij misschien? Ja? Oké, dankjewel. Oh, Remington. Ah, hij heeft me. Ik gooi even mijn leiding, want ik wil wel graag dit potje winnen. Ik wil winnen, man. 1, 2, 3. Gewoon gooi dat ding. Gewoon mijn UAV. Ik ben dood. Yep, dat dacht ik al. Leiding killt helemaal niks. Oké, dankjewel voor de goede leiding, jongens. Ik ben er trots op. Dat was de perfecte leiding. Ik wil nog 2 kills. En ik wil wel graag dit potje winnen. Iemand anders moet namelijk nog 3 kills. Nog 1 kill. En klaar. Hoppatee. Ik kill ik nou 2 keer achter elkaar dezelfde. Oh nee, die vent spant hier namelijk binnen in dat huis. Dus hij spande 1 seconde en meteen was hij dood. Maar 30 om 11 is mijn eindscore. Nu ben ik dus benieuwd. We hebben dus 2 platursies gehaald, maar 1 keer ook een merciless. Dus of we er nu 3 hebben of 2 hebben, dat is dus de grote vraag. Dus dan ga ik even controleren, man. Want eigenlijk, als je een merciless haalt, heb je 2 keer een platursie. Dus dan hoort hij ook mee te tellen als, lijkt mij, 2 keer een platursie. En als je een nuclear haalt, heb je 6 platursies achter elkaar in 1 leven. Maar ik weet niet of Call of Duty dat zo laat tellen. Of dat je dood moet gaan. Maar daar ben ik nu wel even benieuwd naar. Dus ik lief even dit lobbytje. Doei doei jongens. Even kijken. We hebben... Nee, hij telt dus niet mee. Oké, we hebben dus nu 7 bloodthirsty. Die merciless telt dus mee als 1 bloodthirsty. Dus we hebben 7 bloodthirsties en 11 revenge medals. We hebben er ook nog 3 voor gekregen. Dus we moeten nog 19 revenge medals en nog 3 bloodthirsties. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hem genoten hebt, die like of de golden camel komt er dus bijna aan. Dus tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.